Mijn naam is Inge Nieuwenhuizen. Ik ben wethouder in deze prachtige gemeente. En ik heb onder andere in portefeuille de ontwikkeling van ons dorpscentrum Bodegraven. Ja, bijzonder aan dit project is dat het geïnitieerd is door onze inwoners zelf. Door het burgerinitiatief Hart in Bodegraven. Nou, het is eigenlijk best wel een ongekend groot burgerinitiatief. Het zijn mensen die vanuit de historische hoek Bodegraven goed kennen. Mensen die echt hun DNA hier in het dorp hebben. Die daarover meedenken hoe je daar betere sfeer in kan brengen. De inspraak is heel gebruikelijk. Alleen dat ook daadwerkelijk het initiatief volledig bij inwoners ligt. Dat is redelijk uniek in deze omvang. Met een ideeënplan, een uitgebreid ideeënplan vanuit allerlei hoeken en gaten, hebben we dat neergelegd bij een grote groep inwoners tijdens een gezellige sessie in het Evertshuis. En zo is het balletje eigenlijk alsmaar door gaan rollen. Het gaat mooier, groener en sfeervoller worden. En dan ligt de focus heel erg op deze kant van de Oude Rijn. Dus het Raadhuisplein, bij de Oude Lutherse Kerk, de Twee Stegen. Daar is in eerste instantie de focus heel erg op gelegd. En daarna gaan we door met te kijken hoe we rondom de Dorpskerk verder gaan. Een belangrijk item is ook de toegankelijkheid. Het is belangrijk dat iedereen het centrum in kan. En bijvoorbeeld ook de Marktstraat is daarom vooral dat we alles gelijkvloers maken. We hebben één brug in het centrum. Iedereen gaat over die brug. Dat hebben we niet verboden. Maar we hebben wel gezegd, we willen niks verbieden. Maar we willen wel proberen of we dat kunnen structureren. Dat het wat rustiger wordt en aangenamer wordt. Dus we hebben alle problemen een beetje geïntegreerd in het plan en weggehouden van het zoeken naar de kern van het verhaal. En de kern is gewoon, maak de openbare ruimte sfeervol, gezellig, mooi en vooral groen. En daar zijn we samen met de architect, denk ik, uitstekend in geslaagd. Nou, ik denk dat Bodegraven, die heeft al prachtige plekken, heel veel historie ook, hè, oude gebouwen. Maar in de loop van de jaren is dat eigenlijk steeds meer verder volgebouwd, steeds meer verder versteend, steeds meer bordjes. He, zodat je eigenlijk de mooie plekken niet meer ziet in het dorp. De tijd van een winkelcentrum, dat is er niet meer. Hè? Dus je krijgt veel meer mix tussen wonen, culturele instellingen, retail, maar ook restaurants, horeca. En dat levendige centrum, dat levendige dorpscentrum, daar proberen we nu aan te werken. Waar we hier staan bij de Lutherse Kerk maken we eigenlijk een groot groenvak. En we zorgen dat er meer zicht hier op deze prachtige gevel komt. Daarnaast zetten we nieuwe bomen hier in de straat neer, zodat de andere gevel, die iets minder mooi is, meer uit zicht wordt onttrokken. En zo krijg je ook een mooie ruimtelijke beleving. En wat we eigenlijk rondom het Raadhuisplein doen, is eigenlijk meer ruimte geven aan terrassen, meer hagen rondom zetten, zodat je vergroening krijgt van het plein. En bijvoorbeeld aan de kant van het gemeentehuis en de buren, daar maken we ook nog een nieuwe tuin. Hè? Een terrastuin waar je dus tussen de bomen kan zitten. Zodat je ook eigenlijk de muziekkoepel die je daar hebt eigenlijk beter inpast en ook meer een body geeft. Daarnaast voegen we nog enkele bomen toe op het Raadhuisplein. Dus ook in de huidige zomers zijn behoorlijk heet, hè? Dus dat je ook wat meer schaduw krijgt. En in de stegen, daar zorgen we er eigenlijk voor dat er ook wat ruimte komt voor terrassen en een loper in het midden. En wat we eigenlijk in de stegen doen is mussenslingers toepassen. Dat zijn eigenlijk draden die worden gespannen waar klimplanten overheen groeien. Dus dan krijg je eigenlijk een romantische steeggevoel eigenlijk, is de gedachte daar. We werken eigenlijk met hele dorpse bouwstenen als hagen, bomen, vaste plantenborders. Met die elementen spelen we om het centrum eigenlijk te vergroenen. In het verleden is er altijd met goede materialen gewerkt, gebakken klinkers, graniet. En we zagen eigenlijk ook wel dat we met die materialen en de mooie bomen, eigenlijk de mooie bomenlaag, dat we dat eigenlijk allemaal wel goed konden inpassen. Dus we gebruiken eigenlijk al het oude materiaal weer in het nieuwe ontwerp. En de mooie bomen zoals hier maar op de achtergrond, die passen ook allemaal weer prachtig in. Dus er zal straks volgend jaar heel veel waardering zijn. Maar er zullen zeker ook mensen zijn die zeggen, ja, maar dat had ik niet gedacht. Dat klopt, hij had het wel kunnen zien, maar toch niet anders op het niveau van nu 6 weken inspraak. En zien wat er gaat gebeuren en daarna loslaten en dan volgend jaar zomer, dan is het anders.
Nou, en ik roep al onze inwoners op en ondernemers om kennis te gaan nemen van deze mooie plannen. En u heeft vanaf 24 juni 6 weken de tijd om uw mening daarover te geven. Ik nodig u graag daarvoor uit.